Ja, jongens. Kijk, de potten en de pannen staan er nog. Sommige. Ja, daar hadden we de tafel. Daar is het uiteindelijk begonnen. Er is niet veel meer over van de kringloopwinkel in Hoek van Holland. Op 17 november ging de zaak in vlammen op door een kaars die toch niet uit bleek te zijn. Een grote klap voor eigenaresse Karin. Ja, als je hier staat, dan... het is nog steeds eigenlijk onwerkelijk. De redding van de kringloopwinkel kwam snel. Het pand van het voormalig restaurant Unicum stond leeg en eigenaar Peter stelde ter beschikking. Door Karin en Edwin Ronijg contact over het verhaal dat hun brand hadden en een nieuwe locatie nodig hadden. En wij zijn voorlopig hier nog wel even, zitten wij hier omdat hier wel huizenbouw wordt gevestigd, zo gezegd. Alleen dat duurt erg lang. Dat is natuurlijk geweldig. Je verwacht ook... Je hebt geen idee wat je allemaal zeg maar aangeboden krijgt en hoeveel lieve reacties. En daar sta je niet bij stil, maar het is gewoon overweldigend. Peter weet hoe het is om alles kwijt te raken. 14 jaar geleden vatte Unicum ook vlam. Dan komt zo'n kringloopwinkel voorbij. Ja, wat kan je dan mooier doen als deze mensen ook dan maar te helpen voor zolang als dat het mag duren, om het zo maar te zeggen. Het pand wordt nu helemaal leeggemaakt, zodat het zo snel mogelijk weer open kan en de vrijwilligers weer een dagbesteding hebben. En daar dacht ik eigenlijk gelijk aan. Dus ik was eigenlijk alweer gelijk van plan om iets anders te zoeken om voor hun dan weer onder de pannen te zijn. Ik hoop dat de donaties ook goed gaan lopen. Ja. Dat er dus voor de spullen fabrieken zijn die ons doneren met geld. Ja. Dan kunnen we dus de stellingen kopen en dergelijke. Ja. Ik doe het ook eigenlijk voor hun. Dat is het ook eigenlijk. Ik ben er nu met de corona ben ik er zelf 6 dagen in de week. Maar dat is dan om het een beetje te begeleiden. Maar hun hebben het eigenlijk al die jaren zelf gerund. Maar ik zeg ook, als je de gordijnen dicht doet en je kan, of dan wordt het weer te donker misschien, maar je kan wel stellingen ervoor zetten. Het is best wel moeilijk hoor, om het in te delen. Een beetje beter in te delen. Net goed als een uitje. Je bent elke dag in de weer, anders moet ik thuis gaan zitten. Ja, daar heb ik geen zin in. Ik loop 6 dagen in de week lopen. Maar nou kunnen we hier gelukkig beginnen, dus ja, dan... We doen hier ons werk dadelijk. De toekomst van de kringloop is eigenlijk nu op dit moment zo dat we het maar heel erg gezellig mogen hebben in het Unicum. En iedereen die wat wil brengen, dat is leuk. Alles wat we verkopen is leuk. Maar het gaat er uiteindelijk om dat we het gewoon met z'n allen gewoon een gezellige ontmoetingsplek hebben. Waar we nog zeker minimaal 1,5 jaar kunnen verblijven. We can work it out.